Hij zou naar verluid interesse hebben van Frankfurt, maar dat geheel terzijde. Eerst deze vrije trap, bal wordt opgevangen, dan is daar een doelpunt, de own goal en die gaat binnen. Antwerp scoort dankzij Almeida, 0-1 in de 92e minuut. Het bestuur van Antwerp veert hier recht met zijn vijver als enige in het stadion. En dan wordt er uiteraard ook op de bank. Kijk hier, Nainggolan, niet goed verlengd door Spago en dan Almeida. Via de hand van Spago gaat hij binnen. En zo is het 0-1. Dietsch via de hand en de voet van Kilota. Je kunt het niet voor mogelijk houden. Kijk hier, de elleboog, de arm, de hand. Het is maar wat je wil zien van Spago gaat op de voet van Kilota.